De allerlaatste PSV-TV van dit seizoen, voor zover het een seizoen is geweest natuurlijk. Maar er staat nog heel veel moois op het programma in deze uitzending. Koen, wat kunnen we verwachten? Ja, in deze laatste show natuurlijk ook het laatste nieuws. En we gaan bellen met O Goleiro Grande. O Goleiro Grande, oftewel Gomes, de voormalig keeper van PSV. Welkom bij PSV-TV. Bijzonder welkom vanuit Philips stadion en we gaan gelijk schakelen met Koen die gewoon naast me zit. Dus waarom zou ik zeggen flinke schakeling, flinke schakeling. Het laatste nieuws, Koen. Ja, het mooiste nieuws, Jeroen, was deze week natuurlijk dat er weer volop bedrijvigheid was op de hertgang. Er werd weer getraind in hele kleine groepjes en natuurlijk volgens de strengste protocollen. Maar ja, het was mooi om te zien dat daar weer het balletje daar weer rolde. Dat wij ook weer langs mochten komen met onze microfoon, met onze hengel ook. Hè, want ook die 1,5 meter afstand moest er bewaard worden tijdens die interviews. Maar ja, het leverde wel weer wat leuks op. Wat heb je de afgelopen periode gedaan? Want er zijn heel veel collega's van jou die misschien nieuwe hobby's hebben ontdekt. Wat heb jij gedaan de afgelopen periode? Dat heb ik allemaal gedaan. Netflix kijken, proberen een boek te lezen. Ging niet helemaal vlekkeloos, maar goed. Ja, voornamelijk gewoon met mijn familie zijn, met mijn vriendin. Dus ja, dat soort dingen. Ja, hoe was het voor het thuisfront om Denzel zoveel om zich heen te hebben? Want jij bent natuurlijk nooit zo vaak, zo lang thuis. Ja, ik denk dat ze het wel op een gegeven moment, mijn moeder zei dat ze het op een gegeven moment wel een beetje zat was. Maar nee, kijk, mijn vriendin is nu zwanger, dus ja, ik mag thee gaan zetten hè, en dat soort dingen. En ja, ik ben daar niet voor gemaakt, maar goed, in deze fase dan doe je dat. En ja, voornamelijk gewoon genieten. Ja, en dan, je zegt dus straks komt er weer een periode dat er wel weer gevoetbald gaat worden. Hoe zie je dat een beetje voor je? Of is dat nog te veel koffiedik kijken? Ja, ik heb er nog niet echt een beeld bij, want zoals je nu ziet hoe je dan nu, op dit moment nu naar binnen moet en de strenge regels die er zijn, is het wel lastig om te kijken van ja, hoe gaat het nou in die periode? Je weet ook niet hoe erg, of het verergt of het minder wordt het virus. Maar goed, ik hoop dat het zo snel mogelijk wat rustiger wordt, ook voor de supporters, dat ze gewoon naar de wedstrijden kunnen komen. En ja, voetballen zonder publiek, dat is niet leuk, maar goed... ja, ik hoop dat het weer zo snel mogelijk normaal wordt en dat we gewoon met z'n allen gewoon weer het normale leven kunnen oppakken. Wat kun je vertellen over de protocollen? Want het is natuurlijk niet dat we lekker met z'n allen op het veld gaan, lekker duels gaan uitvechten met een bal. Net zoals we hier staan, minimaal 1,5 meter. Het is handelwas, zorgen dat je ook binnen afstand houdt. Eigen flesjes, zo min mogelijk trainers op het veld, ver uit elkaar. Per helft maximaal 3 spelers. Dat soort dingen moet je rekening mee houden, maar ik moet zeggen, spelers hebben het goed gedaan. Het is wel even wennen, het is eigenlijk de revalidatie voor hem. Als je bijna klaar bent om weer mee te trainen, zo'n training bieden we eigenlijk aan. Nou, dan gaan we de eerste 2 weken volhouden. En hopen we dat daarna de regels wat versoepeld zijn om de groepstraining te kunnen hervatten. Ja, hoe is het om weer tegen een balletje te trappen? Want dat zul je wel gemist hebben met de mannen, denk ik. Ja, dat misten we wel. Af en toe vlogen wel een paar ballen hier en daar ver weg. Maar goed, dat hoort er wel bij. Maar het was weer lekker om met z'n allen een balletje te trappen. Heerlijk. Met alle maatregelen die er zijn proberen we zo goed mogelijk vormen aan de bal te doen. En ik zei net al, we hebben nu al heel wat anders gedaan dan gisteren, omdat we gisteren merkten ja, waar we voor kozen was niet wat. Dat is, ja, het is voor ons ook een beetje zoeken, wat, ja, wat kan je gisteren allemaal? Ja, hadden we echt het 2 groepen van 3. En we hebben het nu gecombineerd dat het iets meer doorloopt. Hè? Want als je met 6 wat doet, dan is het toch weer wat anders met 3. Dus het is voor ons allen een zoektocht. Hè? We hebben er ook voor gekozen om, ja, je moet met zo min mogelijk trainers op het veld. Daarom heb ik geen rol op het veld gehad. Ik zat aan de kant. Hè? Dus ja, dat is ook, hè? Je moet strak aan regels zitten. Ja, en dat zeker bij deze jonge jongens, die moeten dat gewoon eventjes in het systeem krijgen. Kijk, bij het eerste met wat meer ervaren spelers gaat dat wat makkelijker over het algemeen. Ja, deze jongens, jonge jongens, ja, die zijn blij elkaar te zien en ja, die zitten de hele dag aan elkaar en dat doet en dat geeft high fives en zo. Ja, dat kan allemaal niet meer. Dus dat moet even uit het systeem. Dus ja, daar gebruiken we eigenlijk deze week voor en Nou ja, hopelijk wordt het wat versoepeld. Hè. Kunnen we iets meer doen daarin. Daar wordt het toch iets makkelijker van. Volgens mij tot 1 september sowieso geen wedstrijden. Dus ja, het is te lang om niks te doen. Dat kunnen we ons niet veroorloven. En ja, vandaar dat we ook proberen, ja, zoals nu, een schema te maken voor de aankomende tijd. Hoe we gaan trainen. En daarna kijken we wel van oké, wanneer is de vakantie. En ja, dat gaan we dan wel weer horen van de leiding. Ja, wat ga je straks doen met je vakantie? Want lekker erop uittrekken zal ook niet lukken. Nee, dat gaat helaas niet. Dus ja, even creatief zijn. Kijken wat we ermee gaan doen. Maar goed, ja, af en toe creatief zijn is ook niet erg, toch? Ja, wat was jouw indruk? Werd er nou intensief getraind? Ja, dat is een beetje raar natuurlijk, hè? Want aan de ene kant ben je aan het opbouwen, maar aan de andere kant ben je ook weer aan het afbouwen. Want ja, de vakanties komen eraan, hè? Dus die mannen zijn nu nog eventjes lekker op het veld bezig om vervolgens hun rust te pakken tijdens hun vakantie. En daarna weer aan een nieuwe voorbereiding te beginnen. Dus ja, het is een hele vreemde situatie. Ja, vreemde situatie. Wel goed dat je ze hebt gesproken. En je hebt ze nog meer gevraagd. Ja, dat was wel weer leuk, hè? Je kon natuurlijk wel weer eventjes die mannen spreken na afloop van een training. Wel 1,5 meter afstand, met een lange hengel met een microfoon erop. Maar ja, het was wel lekker om ze te spreken. Kijk even mee. Ja, ik moet bekennen, het was wel heerlijk om weer op het veld te staan, om de jongens ook weer even te zien. Vandaag komen er 4 groepjes van 6 spelers langs van de A-selectie om de eerste treden weer op het veld te maken. Het is zo fijn om hier naartoe te rijden om weer iets te kunnen doen. Ondanks alle beperkingen die er zijn, is het gewoon lekker dat je hier weer kan zijn. Het is wel fijn dat je elkaar weer even ziet, even bijpraten en ook gewoon weer heerlijk om weer op het veld te staan. Ja, goed om de mannen op deze manier weer te zien. Tot slot Obispo. Koen, er is ook wat nieuws rondom hem. Ja, hij werd natuurlijk afgelopen seizoen door PSV verhuurd aan Vitesse. Hij heeft het daar ontzettend goed gedaan. Heel veel minuten gemaakt. Ja, het seizoen, dat weten we allemaal, dat zit erop. Hij heeft een lichte blessure en er is besloten in onderling overleg tussen Vitesse en PSV om die revalidatie hier in Eindhoven voort te zetten. Dus hij is eerder dan gepland teruggekeerd in Eindhoven. Ja, ik zei net tot slot, maar ik heb nog een laatste vraag. Zijn er nog baby's aangekondigd de afgelopen week? Ik pak even papiertje erbij, want de mannen hebben niet stilgezeten. Er zijn heel wat PSV-baby's geboren de afgelopen weken en dat hebben wij mooi allemaal meegepikt. Er zit in iedere show wel babynieuws. Dus, ja, we hoeven er ook niet naar op zoek, want ze melden het allemaal zelf op hun sociale kanalen. Gini Wijnaldum, papa geworden van een wolk van een zoon. En ook in Huizen Moreno beschuit met muisjes. Daar roze muisjes trouwens, want Hector en zijn vrouw Irene zijn de trotse ouders geworden van dochter Salma. Leuk. En tot slot, er is ook een mini-Donnie onderweg. Donnie Elmalen heeft aangekondigd dat ook hij papa gaat worden. Ja, denk je dat hij zo gaat heten, Donnie? Nou, hij zei zelf, er is een mini-Donnie onderweg, dus ik ben benieuwd. Okay. Nou, dankjewel. Corona betekent natuurlijk geen voetbal. Of in ieder geval ja, een heel seizoen in een ander perspectief. Wedstrijden in een ander perspectief. Mochten die gespeeld worden, bijvoorbeeld zonder publiek. Allemaal geen sprake van. We hebben iedere week eigenlijk wedstrijden die we opzoeken die of gestaakt zijn of niet uitgespeeld zijn. Of ja, om wat voor reden dan ook toch een bijzonder tintje hebben gekregen. Wat heb je deze week? Ja, deze week eigenlijk anders dan andere weken een wedstrijd die wel gespeeld is, maar waarvan iedereen na afloop zei van ja, deze wedstrijd had eigenlijk nooit gespeeld moeten worden. Wedstrijd uit 2001, dan weet jij waarschijnlijk al wel waar ik naartoe wil, ja. 9-11. De wereld stond in brand, aanslagen in de Verenigde Staten en PSV speelde die avond in de Champions League tegen Nantes. PSV verloor met 4-1. John de Jong scoorde. Was trouwens ook nog een heel mooi doelpunt. Maar ja, dat doelpunt had uiteindelijk heel weinig waarde. Maar ja, zoals gezegd moest die wedstrijd wel gespeeld worden. Ja, ik denk van niet. Achteraf denkt iedereen van niet. Heel mooi interview met Ronald Waterreus vlak na die wedstrijd. En ja, meneer Waterreus is meestal niet op zijn mondje gevallen. Maar hij die avond stond hij met zijn mond vol tanden. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het is mij gevraagd. Ik heb gezegd dat ik mee wilde doen. Maar ik had er na 2 seconden alweer spijt van. Maar ja, dat is te laat. Toen de wedstrijd was begonnen bedoel je? Nee, eigenlijk al van tevoren. Ja. Niet moeten spelen hier? Nee, ik had het gewoon niet moeten doen. Ik bedoel, ik heb... ik vraag me eigenlijk af wat ik hier sta te doen nu. Ik bedoel, wie denk jij dat er morgen over deze wedstrijd praat? Geen mens. Ja, Ronald Waterreus in gesprek met NOS-verslaggever Bert Maalderink. Ja, indrukwekkend. Ja, bizarre avond was dat. En ja, het gekke wil dat de wedstrijden een dag later wel allemaal afgelast werden. Dus ja, toen was het nieuws misschien echt overal gezonken en kwamen ze erachter van ja, dit had nooit plaats mogen vinden. En van de ene doelman Waterreus die we net zagen naar de andere voormalig doelman van PSV. Hij speelde hier tussen 2004 en 2008, pakte maar liefst 4 titels met PSV. Braziliaans international en publiekslieveling in Eindhoven. Ik heb het over Mr. Gomes. Good evening, how are you Mr. Gomes? I'm fine, better now because I'm talking to you guys. Yeah, how is it to be in this PSV show? Yeah, this is amazing. I can see the place that you are. That yeah, give me some great memories. So it's amazing for me to be with you guys. Yeah, looks still the same as in your period at PSV. Yeah, I believe something a little bit of change around the ground. You know, the grass. But it's pretty much the same. It's not big change over there. Yeah. Do you still follow PSV a lot over there? Yeah, on Instagram I follow very close. So yeah, like I used to say, PSV is my house. You know, and I'm still following the club. Yeah. Are there specific players you follow? Yeah, with some extra attention. But of course, Afellay, he wasn't playing so much, but Afellay is a part of my history at PSV, so I like him so much, and I was so glad when he signed for PSV again. So, but he's the one that I try to follow very close. Yeah, when you came to Eindhoven, he was like the big talent of the youth. I remember you told me once. Exactly. When I was first arrived in Eindhoven, so Pedro Salazar was with us at that time. So he told me that, oh, you look that, can you see that boy over there? He's gonna be one of our talents. So, and he did. Yeah, he was great for us and for the clubs that he played as well. So tell me a little bit more about your current situation. You're in England right now. You're still on contract at Watford. What is the situation over there? Yeah, my situation is that I still have a contract with Watford until June now. Of course, if the season is going to resume, I need to speak with the club because probably they want me to extend it. I was pretty much 99% that I was going to retire last season. Yeah, and and they said no. We want to minimum one more year. Minimal. So yeah, minimum. Yeah. So my situation is that I don't know what's going on next season at the moment. So after next season, I look back. And the way I didn't play a lot this season, but the way I'm training and the way I'm performing in training sessions, so the games that I played, that I had the opportunity to play, I'm still fit, mate. I'm 39, but I realized that maybe I can go for one more year. Yeah, but I can't even imagine that you're thinking about, stop playing football. A guy like you. Unfortunately, the head is still think the same, but probably the legs is not the same, the reflexes is not the same. So, yeah, football is something that I never wanted to finish. So, but we have to. Yeah. You know, when the age comes, you have to realize that your time has come as well. So, probably. One more year, I can play in a good level. I still can play in a good level, but after that, I need to think and to realize that my time is to finish. I want to look back at your period at PSV. Yeah, you told me earlier about your experiences with Afellay, but tell me, what is your best memory from your period at PSV? We can say that the whole period was so special, yeah. 4 years, 4 titles, and but the first season was very intense. It was very intense for me. So because I was adapting a new club, the expectation was around me more negative at the beginning than positive, so it was a little bit pressure on me. So, but at the end the things worked. But I can tell you that the first year with the Champions League semi-final and everything we did in that year, that is so special. And of course, when I come to one game against Herveen, when I went to the pitch and the big flag was behind the goal, was that is something that will stay on my memory for forever, I think, because you cannot forget something so special that happened in that night. Yeah, that incredible team where you were talking about in that incredible season of the Champions League, winning the title. Can you tell me why that was such a good team? I think the fringes cup around the players. I believe everyone was so close, and we were very united. So. That was something that Gus Hilling he was able to do and to show us the importance. It was a very special season, very special relationship with the other guys of the team, but also a very good relationship with the fans. Can you explain why you think you had such a good relationship with the fans? I always try to connect with the fans, but at PSV was so special because of course the results on the pitch helps, but I have no words to say. It's something that only me can feel, but I cannot pass to you, you know, because something that's so special, and I still love them so much because they give me back something that I never believed that it can happen with a player, you know, because I was there when I arrived at PSV. I had a dream to play in Europe, and but I never had a dream to connect with the fans like it's happened at PSV. It was, amazing, so much. Incredible, such a good relationship between you and the fans. May I remind you that the documentary we made a couple of years ago, the director of the documentary is over here, Koen Heezakers, yeah, is on YouTube. Have you seen him last time? Yeah, I did see. I was on the phone, you know, and it's come on YouTube. So. Because I follow, of course, I follow PSV on YouTube as well. So yeah, 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 normally it's come on the phone, and I was watching it, and I was so it was so emotional. So yeah, it was nice documentary as well. People that was part of it, you know, of my life over there, that was involved as well. So it was great. Koen, can you tell me what was the most impressive story of that documentary you made with Gomes? Now, first of all, it was a really nice trip to see Mr. Gomes, yeah, in London in his house. It was like an interview, like a 1.5 hour, I suppose. Yeah. And we made, yeah, a photo album with all photos from your PSV career. The whole story was great. It was very nice to see someone talk with so much love about PSV. I still have the photos here with you. Yes, you still have the photos? Very good, very good. I want to thank you for your time. Man, it's my pleasure. I thank you to give me a... Do we need to say hi to someone here in Eindhoven? Look, I want to say hi to everybody. Okay. To everybody. Thank you, Mr. Gomes. Thank you. Bye. Take care. Who is it? De vriendschap, de heet je niet. Ja, rest ons nog te kijken naar wat er morgen op het programma staat op het YouTube-kanaal van PSV, Koen. Ja, we gaan natuurlijk weer kijken naar een live wedstrijd. We gaan niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar 2018, AZ-PSV. Krankzinnig duel met een krankzinnig scoreverloop ook. PSV kwam op 2-0 achter, sleepte die wedstrijd uiteindelijk uit het vuur. En ja, het leuke is, wij hebben de fans gevraagd, god, welke wedstrijd zouden jullie nog een keer helemaal live willen zien? Nou, en deze AZ-PSV stond bovenaan het lijstje. Dus die gaan we nog eens lekker bekijken. Ja, het is echt een bizarre wedstrijd. Ik was er zelf bij. Lozano met een bijzondere rol in dat duel. In relatie tot de doelman Bizot van AZ. Gaat dat zeker zien. Morgen op het YouTube-kanaal van PSV om 4 uur wordt dat duel uitgezonden. Hier gaan we eruit met ja, traditiegetrouw de commentator die de wedstrijden becommentarieert van PSV die nooit gespeeld zijn. Maar die toch een beetje zijn fantasie gebruikt om te kijken wat er gebeurd zou zijn als die wedstrijden wel gespeeld zouden worden. Het is het laatste duel van dit seizoen. PSV is toch volgens de commentator op kampioenskoers. Kan het kampioen worden in de wedstrijd tegen RKC in het eigen Philips stadion. Het commentaar is van Rob Schepers. Het is nu 100% zeker. PSV is kampioen van Nederland. Omdat Ajax vanmiddag gelijk speelde bij Fortuna Sittard, was deze wedstrijd natuurlijk een formaliteit. Maar als een waardig kampioen hebben ze er een gala voorstelling van gemaakt met een 7-0 overwinning. De sidekick vandaag is PSV-fan en acteur Frank Lammers. Die is heel eventjes naar beneden om zijn neefje Sam te feliciteren. Sam, die hier in principe ook volgend seizoen nog zal voetballen. Voor een aantal spelers was dit echter hun laatste wedstrijd. Zoals Bruma, die aan het einde van het seizoen nog een mooie transfer verdiende naar Helmond Sport. Daniel Schwab is gestopt, wilde wat meer tijd besteden aan kinderen en kleinkinderen. En natuurlijk the man of the season, Denzel Dumfries. Vandaag alweer 3 goals erbij. En topscorer van Nederland met het onwaarschijnlijke aantal van 42 doelpunten. Net 1 doelpunt minder dan Koen Heezakers, maar aan de andere kant 42 doelpunten meer dan Bob Dylan. Dumfries, die zoals u weet voor 190 miljoen € verkocht is aan AC Milan. Dat bood PSV dan weer de financiële ruimte om Mitroglou nog een jaar te houden. Gewoon voor de grap. En natuurlijk hebben ze voor 3 miljoen de compleet geflopte Matthijs de Ligt overgenomen. Als breedte aankoop voor jong PSV. Dus iedereen blij hier in Eindhoven. Zelfs RKC, dat onderaan is geëindigd, maar op miraculeuze wijze toch in de eredivisie blijft. Niemand begrijpt hoe en waarom. Inderdaad de verrassing die we vooraf graag wilden. En die hebben we met elkaar bewerkstelligd. Ik ga er voor nu uit, maar niet zonder te melden dat het feest is hier in Eindhoven. PSV is landskampioen seizoen 2019-2020.